De rode draad in het verhaal is eigenlijk een verhaal over Google Street View. Ik weet niet of je dat kent. Dat is zo'n camera op een autootje die dan beelden maakt van uw straat en uw dorp. En er is met die camera iets gebeurd. Die heeft dingen gefilmd die liever of beter daglicht niet zouden zien. Met de wacht, ik zal even mijn bril aan doen. Dus tegen de sterren op. Ik zit ook in deze show. Kent u een van zijn tippetjes? Greet de Keizer bijvoorbeeld, ja. Hey, wie dat er eigenlijk ook in de show meedoet hier, dat is Johan Museeuw, dat is coureur. En dat is, en zeker wie er ook in is, dat is, is echt prachtig. Hij is hier wel zonder zijn vrouwtje. Kent u Walter Balen? Ja, natuurlijk. Van Rosa. We gaan nu vooral heel veel deze show spelen. En er komt ook een nieuw seizoen van Tegen de Sterren op. Als goede Zemstenaar hebben ze hier iets georganiseerd dat tweede of derde jaar al, denk ik zo. En wij hebben daar nog nooit niet van geprofiteerd om daar een keer te komen heen en kijken. En wij hebben gezegd, wij gaan nu zo'n abonnementje pakken. Moesten ze de zaal een beetje kunnen moderniseren en een keer een likske verf geven en een nieuwe gordijn. Maar ik heb goede hoop, want ik heb gehoord dat er misschien een nieuwe zaal zit aan te komen. En dat zou wel gekomen zijn. Ja, allee, het bekendste denk ik is aan Prins Filip of zo zeker. Kan ik dat ook eens nadoen? Nee. Nee. We kunnen toch proberen, hè? CVZ.